Goed, Miranda, na afloop van de wedstrijd tegen DKB uit in Best. Dit seizoen heb je je plekje in één veroverd. Hoe bevalt het zo tot dusver? Ja, ik vind dat ik lekker in zit. Ik pak lekker mijn doelpuntjes mee. Het loopt lekker. En ik denk ook wel terecht dat we nu elke keer winnen. En dat we gewoon echt een leuk, gezellig team met elkaar hebben. Ja, nou vandaag 8-14. Ja, wat moeizaam denk ik. Ze gingen achter verdedigen. We hebben erop getraind. We wisten wat ons te verwachten stond. Maar ik denk ja, toch dat het uiteindelijk lieten we ons toch meeslepen in hun trage tempo. Waardoor wij gewoon niet meer tot ons spel kwamen en ook de zuiverheid misten van de afgelopen weken. En was dat dan vandaag de verdienste van DKB of brachten wij niet wat we vandaag konden brengen? Ik denk dat wij niet brachten wat we konden brengen. Oké. Okay. Maar nu nog één wedstrijd richting de zaalcompetitie. Ja. Nou goed, uiteraard zal de doelstelling zijn dat we die ook weer het af willen sluiten. Ja, zeker. Het wordt gewoon hard trainen van de week en dan volgende week gewoon de laatste twee punten voor de zaal pakken. En wat verwacht je zelf van de zaalcompetitie? Ik denk dat het in de zaal wel wat lastiger gaat worden, maar ik denk voor onszelf qua team dat het wel leuker zal gaan worden. Meer uitdaging, meer snelheid en meer ploegen die gelijkwaardig of beter zijn dan ons. Oké. Vandaag mocht je weer de vrijballen nemen zoals heel het seizoen. Ja. Dan jouw ding. Ja. Hoe doe je dat? Leg eens uit dan. Ja, hoe doe ik dat? Ik pak gewoon die ballen en ik schiet ik ze erin. Gewoon concentratie en je rust bewaren. Oké, okay, nou mooi. Nou, dankjewel. Ja, dank. Succes zaterdag weer. Ja, dankjewel.